staan de kanonnen van morgen. De toekomst van de BMX. Met z'n tweeën nek en nek gaan ze strijden tot aan de finishlijn. Ik stel ze van u voor. Met start nummer 501. Hold away from the Flying Devils. Is het Vaas Nederland. En van Nuland afkomstig met start nummer 504. Jonne Krausen. Oké, succes mannen. Geef ze van Jetje. Dit is wel de elite van morgen, dames en heren, waar we naar kijken. Dit is de sterren van de toekomst. Dit zijn de mannen die in de toekomst een dienst eruit maken. Wellicht nog niet op het BMX Wereldkampioenschap Rotterdam 2014, maar wel in 2088. Daar zijn zij zeker weten voor aan te vinden. Het is het startnummer 404, Jonge Kraus, met een hele snelle start. Hij staat nu aan de leiding. Daar achteraan Vaas Veenand. Vaas Veenand gaat het proberen nog aan dicht te maken, dat gat. Hij gaat proberen nog aan te zetten om ze nog een aansluiting te vinden bij Jonge Kraus. Jonge Kraus zit daar nog steeds goed aan de leiding hoor. Hij gaat proberen de leiding in positie vast te houden tot aan de finish. Dus kijken of hij dat ook weer vol te houden als hij daar achter de jury vandaan komt. Jury moet ik zeggen, het is de kantine die daar zit. We gaan kijken of dat ook blijft blijven. Blijven ze met z'n tweeën op de been, de mannen met de 20 in spieren. Het lijkt al 24 in spieren als je die kleine aapjes erop ziet fietsen. Nog steeds aan de leiding is Jonge Kraus. Jonge Kraus doet de hele dag een goede zaak. Er alle luisters vooraan. En ik weet zeker dat hij zo meteen aan de zijkant staat te kijken naar zijn favorieten en zijn idolen van morgen. Jonge Kraus goed bezig. De achteraan is Vaas Veenand. Hij kijkt even naar voren. En ziet dat het gat ietsjes groot is. Maar hij zit er al dichterbij hoor. Ik weet zeker dat hij de volgende wedstrijd erbij is. Het is in ieder geval als één man die de winnaar is van vandaag. De hele dag al erg goed. Geef me inderdaad een applaus. Jonge Kraus. Aan de start de B-finale van de